Wij geven bomen een tweede leven. We zijn een tocht aan het doen en we moeten bomen zoeken en daar stellen ze vragen over. Het heeft een impact op het latere leven, op boomklimmen. Boomklimmen is eigenlijk heel belangrijk. De bomen staan centraal tijdens de dag van het park. Het thema dit jaar was de juiste boom op de juiste plaats. In het park van de directeurswoning in Beringen werden zondag tal van activiteiten georganiseerd in, op en rond bomen. Voilà, en de schouders erover. En je zit gevangen. Ik zit gevangen. We zijn aan boomklimmen met kinderen. We doen dat een paar keren per jaar. Dus een boomverzorgers eigenlijk. Tussendoor klimmen we de bomen met de kinderen. Dat was leuk. Geen schrikheid. Met klimmen leer je beslissingen nemen. Beslissingen nemen, dat kun je alleen als je iets moet. Als je verantwoordelijkheid moet dragen. Want het is eigenlijk van, ja, beslissing of door te klimmen of niet. De dag van het park is belangrijk voor het publiek om enerzijds het park hier op zich beter te leren kennen. Maar ook om meer vertrouwd te geraken met het groen dat in de buurt zit. En in de hoop dat de mensen er ook meer respect voor krijgen als ze dat groen ook beter kennen. We zijn een beetje verstopt, maar we hebben de boom gevonden. Nu moeten we nog twee bomen zoeken en dan zijn we rond. Om het groen beter te leren kennen, kon je deelnemen aan een informatieve zoektocht doorheen het park. Wat kan er verkleinen tijdens een periode van lange droogte? En hadden wij de jaarringen, moeten we zoeken. Ik vind het wel interessant, ja. Zeker met het mooie weer hebben we al een fijne tocht gemaakt eigenlijk door het park. Zondag was een prachtige wandeldag, maar voor één keertje kon je het park ook op een andere manier verkennen. We hebben daarnet een ritje gemaakt met paard en kar. En dat was heel fijn. Dat was een heel sterk paard, hè? Gelukkig, ja.